Welkom bij weer een nieuwe de Making of van Jan Koppelaar fotografie. Wij zijn vanmorgen heel vroeg vertrokken. Om 4 uur ging de wekker. Want ik wilde deze morgen de zonsopkomst fotograferen hier in het Beekbergenwoud. En het is echt werkelijk een schitterende omgeving. Mooie moerassen, mooie stukken ruig land. En ik had gisteren heb ik hier al de locatie verkend. En nu ben ik hier dus heel vroeg naartoe gegaan om de zonsopkomst te fotograferen. Nou, aan die kant belooft het al een hele mooie lucht te gaan worden. Dus ik ga hier mijn spullen op de goede plek zetten. Je ziet dat ik al spullen al uitgepakt heb. Ik ga fotograferen met de Sony A77 Mark II. Daarop heb ik de Sigma 10 mm lens. En zoals jullie gewoon zijn heb ik hem weer op f11 staan. En ISO 50. Nou, op dit moment ga ik even spelen met de filters. Je ziet hier boven het water zie je al wat dampen naar boven komen. En ik hoop dat straks mooi in één te gaan vangen met een mooie lucht. In combinatie met een schitterend landschap. Dus ik zou zeggen blijf kijken. Dan gaan we deze foto maken. En dan hoop ik jullie thuis, als ik weer terug ben van vakantie, hoop ik jullie weer mee te nemen in het bewerken van deze foto. Zoals je ziet, de kleuren zijn echt werkelijk fantastisch in de lucht. De zon die is mooi opgegaan, zo tegen een wolkpartij, waardoor de wolken heel kleurig werden, heel mooi verlicht. Je ziet ook dat de mist steeds meer boven het water komt. Dus ja, ik ben hier echt aan het genieten. Dus ik ga weer snel verder om de volgende foto's te maken. Ja, hiervoor kom ik 4 uur mijn bed uit. Hè. Dit is waar je het om doet. Fantastisch. De foto bewerken zoals ik hem afgelopen week in het Beekbergenwoud gemaakt heb. En zoals je gezien hebt, is het echt een hele schitterende morgen geweest. En dit is de foto zoals die uit de camera is gekomen zonder dat ik daar nog een bewerking op toegepast heb. En eigenlijk moet ik zeggen dat ik de foto al heel erg mooi vind zonder dat hij nog bewerkt is. Dus, ik vermoed dat ik in deze video niet al te veel, bewerkingen toe ga passen. Dat het ook niet nodig is. Ik wil heel graag de sfeer houden zoals ik dat afgelopen week ook ervaren heb. Nou, wat ga ik als eerste doen? Ik ga als allereerst de lenscorrecties toepassen. Ik heb met de Sony
A77 Mark II gefotografeerd met daarop de lens 10-20 van Sigma. Daarna ga ik ook de kleurafwijking knop aanklikken, zodat ook de chromatische aberratie ook verwijderd wordt. Goed, wat wil ik verder gaan doen? Ik zie dat hier bovenin een behoorlijke vlek is. Tenminste een behoorlijk licht gedeelte. Dus daar ga ik de hooglichten wat terugbrengen. Zodat dat niet al te storend overkomt. Verder vind ik mijn belichting prima. Kan ik even kijken wat dat voor de rest doet. Ga daar niet al te veel mee doen. Misschien 5 contrasten bij, 5%. De schaduwpartijen ga ik niet al te veel optrekken. 20. Ik wil graag de sfeer houden zoals dat ook te zien was. De bomen net wat donkerder houden. Dat doe ik ook met de zwarte tint. De witte tinten ga ik in dit geval niet mee doen. Omdat je dan ziet dat vooral het witte gedeelte bovenin het midden van de foto weer licht wordt. Wel ga ik lokaal contrast toepassen. Dat doe ik 15 en dat is met name om hier deze nou ja, toch wat mooie vlonder om die wat meer te accentueren. Ook ga ik wat levendigheid toepassen. Dat is met name om de wat koelere kleuren weer terug te brengen. En ik ga verzadiging toepassen. En dat is met name om hier de zonsopkomst wat meer kleur te geven. Dat doe ik niet te veel. Ik wil niet dat dat overdreven wordt. Dus ik zorg dat dat niet te hoog gaat. Wel wil ik die rode kleur hier nog wat meer naar voren brengen. Dus ik ga dat op kleurtoon doen. Ik ga hier de kleuren wat omhoog brengen. Zodat die kleuren die hier gekozen worden, dat juist wat meer naar boven komt. En hier kan je dus ook per kleurtoon kan je ook wat meer verzadiging in de foto brengen. Nou, je ziet dat de rode kleur hier al wat meer eruit gaat springen. En dat is precies wat ik... wat ik hebben wil in deze foto. Om dat nog meer te accentueren ga ik een digitale filter gebruiken. Ik heb hier de belichting op een kwart staan, onderbelicht. Hooglichten 80% en de verzadiging 14%. En als het ware sleep ik daar nu een filter overheen. En dan zie je dat de lucht dus wat meer naar voren komt. En daardoor krijgt het wel een heel mooi, een hele mooie verloop. Kijk. Nou, dan is de foto op deze manier bewerkt in de roll converter. Ik ga de afbeelding openen in Photoshop. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst de foto verscherpen. Want een rolfoto is niet verscherpt. Dat ga ik doen hier. Ik druk de Alt-knop in en ik ga met mijn linker muisknop ingedrukt ga ik slepen. En ik zie dus alles wat nu wit is, dat zal dus verscherpt gaan worden. Ik heb hem, zoals je ziet, hier op 48 staan. Nou, dat ga ik dus verscherpen. Ik ga ook de ruis reduceren. Dat doe ik niet te veel, omdat ik hier dan ook details ga verliezen, dus dat doe ik op 30. En de luminantie contrast zet ik op 5. Nu is de foto klaar en ik ga de foto dus openen in Photoshop. Wat ga ik in Photoshop nog verder doen? Ik wil kijken of dat ik de NIC filters, of dat nog wat oplevert. Ik wil dat niet al te veel gaan doen, maar ik ga dat wel... kijken of dat nog wat mooier wordt. Ik maak er een laag aan. Een extra laag, zodat je altijd het origineel nog hebt. En dan ga naar de NIC filter collectie en dan de Color Apex Pro. Als ik dat opent in de Apex Pro, dan ga ik even kijken naar... Zet ik alles op 0. Ik ga dus niet al te veel hieraan veranderen. Ik vind de sfeer in deze foto vind ik al heel erg mooi. En ja, al gauw ga je te ver.
En dat wil ik niet. Ik ga wel wat contrast toepassen. Niet te veel. Klein beetje verzadiging nog erbij. Ook niet te veel. Anders gaat het hier te veel knallen. En dan is de sfeer en de balans van de sfeer in de foto's weg. Kijk, ik kan wat details terugbrengen. Maar dat is niet wat ik wil. En dan wordt de foto te hard. Dus daar ga ik eigenlijk niks mee doen. Ik wil de foto gewoon een mooie uitstraling laten houden. Ik ga de filter toevoegen. En eigenlijk vind ik deze foto gewoon al klaar. Ik ga er niet veel verder mee doen. Dus ik open weer terug in Photoshop. Dan zie je dat hij de foto weer terug laat. En je ziet dan het hele minimale verschil wat er is gebeurd in de NIC-filters. Wacht even tot de foto geladen is. Dan kan ik jullie het verschil laten zien. Nou, dit is de foto met. En dit is de foto zonder. Nou, eigenlijk is het maar heel minimaal wat er is gebeurd. Nou, wat ga ik nog verder doen? Ik zie hier een vlekje. En die ga ik verwijderen met de retoucheerpenseel. Door de haken te gebruiken op mijn toetsenbord kan ik automatisch het plekje vergroten. En ik klik op het plekje waar en dan is die verwijderd. Goed, wat ga ik verder doen? Ik ga de bestandsinfo ga ik toevoegen. Ik ga daarna ook mijn logo toevoegen. En dan zal deze foto gepubliceerd worden op mijn website. Nou, laat gerust een berichtje achter hieronder op mijn YouTube kanaal. Bezoek mijn website en mocht je vragen hebben, stuur een mailtje naar info@jankoplaar.nl. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende filmpje.